Leuk dat je kijkt, want ik wil je even laten zien hoe je op een Chromebook makkelijk kunt wisselen tussen meerdere accounts. Daarvoor ga ik rechtsonder naar de statusbalk en daar klik ik op. En dan klik ik vervolgens op mijn naam en e-mailadres. En dan krijg je de melding een andere gebruiker inloggen. Als ik daarop klik, dan krijg ik weer een melding. Accounts. met deze functie kun je snel zonder wachtwoord toegang krijgen tot elke ingelogde gebruiker. Gebruik deze functie alleen met accounts die je vertrouwt. Daaraan moet vooraf gaan dat ik op dit, no op, op dit Chromebook al eerder meerdere accounts actief heb gemaakt en dat maakt het mogelijk om er nu makkelijk tussen te switchen. Dus ik klik op OK. Hij schakelt over naar het beginscherm. Dat is een mooie foto die ik gebruikt heb. En daar komt uh, het inlogschermpje van mijn andere account dat ik op dit Chromebook actief heb. Dus nu geef ik daarvan op het wachtwoord. Ik klik op OK. En kijk, ik zit nu in een ander account. Dat kun je zien aan de andere knoppen die ik in de statusbalk heb. Uh, ik heb ook andere bladwijzers en ik kan het zien doordat ik hier rechtsonder klik en dan zie ik dat ik ingelogd ben als Willem Karsweer, WillemetsamboICT.nl, oftewel mijn werkaccount. Ik kan teruggaan naar uh, mijn vorige account, maar dan zul je zien dat mijn uh, videorecorder zal Ophouden met spelen. Het is al een wonder dat hij is doorgegaan met opnemen. terwijl ik omgeschakeld ben naar een ander account. Maar goed, dat terzijde. Op het moment dat ik nu weer terug wil naar w.kassenberg.gmail.com. oftewel mijn andere privéaccount. dan um, zal alles weer veranderen op mijn Chromebook. Nou, en zo kun je in een sessie heel makkelijk schakelen. tussen meerdere accounts. als je die maar vooraf op je Chromebook geïnstalleerd hebt. Oké, okay, bedankt voor het kijken. Ik ga weer terugschakelen, stoppen met scherm delen. Ja, dat is het gevolg ervan. Um, dat is niet anders.